Goedemorgen allemaal en welkom bij Vlogmas dag 4. Goedemorgen allemaal, ik ben inmiddels wakker. Al een uurtje nu, het is... Ik heb niet eens een idee hoe laat het is. Het is toch wel belangrijk, want ik moet vandaag gaan werken. Het is vandaag kwart over, het is nu kwart over tien. Het is niet vandaag kwart over tien, het is nu kwart over tien. Ik heb net de vlog geëdit. Ik ben nog lekker in mijn slaapkleding. Ik ben lekker bezig geweest eigenlijk vanmorgen. Lekker mijn bed opgemaakt. Vlog geëdit. Die zit nu in de render. Dus dat is mooi. Ik heb koffie gemaakt. Die ga ik even opdrinken. Daarna ga ik even douchen. Ik ben best wel vanmorgen heel erg verkouden en zo opgestaan. Maar vaak is het bij mij... Vaak is het bij mij 's morgens gewoon het geval dat ik de snotneus heb en een beetje loop te hoesten. En dan over een uurtje of zo, dan is het gewoon verdwenen en is niks meer aan de hand. Dus dat is fijn. Maar ik dacht, ik ga gewoon gelijk beginnen met de adventkalender. Want aangezien ik vandaag moet werken, heb ik het wel van de tijd nodig vandaag. Dus het leek mij een goed idee om vandaag dag 4 te gaan doen. En die heb ik de hele tijd al zien hangen, want die hangt hier voor mijn neus. Dit is het enige doosje wat altijd naar mijn bed heeft gericht. Dag 4, jongens. Ik ben benieuwd. Ik geef 15 welgemeende complimenten. Oké, nou, een complimentje geven moet op zich niet moeilijk zijn. 15 welgemeende complimenten. Ik ga ze proberen vandaag allemaal te doen. Ik denk niet dat ik ze allemaal kan gaan filmen. Omdat ik er denk ik ook een paar ga weggeven op het werk. En daar heb ik mijn camera natuurlijk niet bij. Dus ik ga mijn best doen om in ieder geval nu al zoveel mogelijk te doen. 15 welgemeende complimenten. Dat is vrij lastig, want je komt vrij weinig mensen tegen deze dagen. Ik kan er wel een paar via de app trouwens weggeven. Dat is misschien wel een idee. Dat scheelt al heel erg. Maar goed, 15 welgemeende complimenten. Dat moet wel lukken vandaag, denk ik. Ik ga gelijk de Essence kalender doen en daarna ga ik douchen. Want mijn haar is echt bakkervet. Is echt heel erg. Dus we gaan de Essence kalender doen. Vakje nummer 4. Oh, dat is een hele grote. Die zit hier. Ik hoef de deurtjes ineens gaan open te klappen. Wat hebben we vandaag? Nail stickers. Oh, cute. Dat is schattig. Ik vind het altijd wel leuk met kerst of zo. Ik hou niet zo van nail stickers en zo, omdat je die best snel kwijt bent. Maar dit is voor kerst wel leuk. Uiteindelijk vallen ze mij toch dezelfde dag nog af. Maar goed, ik vind het helemaal leuk. Nail stickers. Schattig, schattig. Ja, ik ga dus nu zo douchen. Even koffie drinken. Want. Daar ben ik weer. Want ik moet dus rond een uur of 2:30 de deur uit om 3:30 op mijn werk te zijn. Ik ben er nog nooit geweest vandaag. Ik moet vandaag in een grote hoek gaan werken in Hellevoetsluis. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het spannend ergens ook wel. Maar wat ik zeg, ik heb er wel zin in. Ik vind het wel leuk, een avonddienstje draait dus op de somatiek. Dus ik gok, ik ga niet niks doen vanavond, maar ik gok erop dat het op de somatiek een vrij rustige avond is. Het zijn maar 12 bewoners. Ik weet niet met hoeveel personeel we staan. Dus ik ben heel benieuwd eigenlijk. Maar we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd. Ik heb er wel zin in vandaag eigenlijk. Ik ga zo even lekker douchen. En dan ben ik lekker aankleden. En dan lekker de rest van de dag nog een beetje mijn gemakje houden. Een beetje rommelen, een beetje doen. Nog wat vuilniszakken naar de container brengen vandaag. En natuurlijk zorgen dat de vlog om 12 uur online staat. Ik heb er vandaag ook gewoon voor gekozen om op mijn oude laptop te editen. En niet op mijn nieuwe tablet laptopje. Want ik had geen zin in weer 3 uur moeite te moeten doen.
Aangezien ik vanmiddag moet werken, wil ik het wel op tijd klaar hebben. Kijk trouwens hoe licht mijn haar is in dit licht. Echt heel erg. Alleen de voorkanten zijn best wel een beetje donker. Maar ik ga mijn haar zo nog een keer wassen met zilver shampoo. Want dan wordt het ook lichter van. Dus dat vind ik wel leuk. Maar verder staat er op zich niks op de planning vandaag, jongens. Ik heb niks te doen eigenlijk. Buiten dat ik de vlog wilde uploaden op tijd. En verder nog een beetje voorbereiding kunnen treffen voor de eventuele advent vandaag. Maar ja, dat is voor zijn complimentjes, dus dat vind ik helemaal niet erg. Dat is helemaal niet zo heel moeilijk. En daar heb ik ook best wel zin in eigenlijk. Het is leuk om eens mensen gewoon bewust... Want vaak geven ze best snel onbewust. Maar het is heel erg leuk om mensen bewust een complimentje te geven. Zeker in deze tijden. Heel onzeker en saai. En mensen zijn veel alleen. Dus het is best goed om een complimentje te geven. Maar ik denk dat we daar nu gewoon al kunnen... Kunnen we daar nu al aan beginnen? Zullen we het gewoon doen? Goed. Complimentjes. We gaan eens kijken. Wie kunnen we complimentjes geven? Nou ja, genoeg mensen denk ik. Dus we beginnen bij Chantal. Die altijd voor iedereen klaar staat. Nou, Chantal ben ik gestuurd. Een vriend van me. Je bent lief. Blij dat ik je heb leren kennen. Bestuurd. Kim. Je bent een lieve meid met een goed hart. Dat ga ik bij Kim zetten. Ik heb niks van, je bent een lieve meid met een goed hart. Love you. Oma. Dankbaar dat jij mijn oma mag zijn. Oké. Tante. Nou. Had maar geen betere. Had maar geen betere tante kunnen voorstellen. Love you. God. Ja, en mijn tante. Ondertussen hebben er al drie mensen gereageerd. Een vriend van mij heeft van die bloospoppetjes neergezet. Cute. Chantal heeft neergezet, ah, zo lief. En mijn oma is nu aan het typen. Die gaat waarschijnlijk denken, ben je gek geworden of zo? Gaat wel goed. Mijn oma kennende. Die gaat altijd denken van, maar wat is dit? Gaat het wel goed? De vlog is trouwens klaar, zag ik net. Dat zal mijn oma zijn. Oh nee, Chantal. Ah, kijk. Chantal die stuurt van die schattige poppetjes. Leuk. En een vriend van mij stuurt dit. Is ook leuk. En mijn oma, die is nog steeds een type. Dus, maar goed, de vlog is klaar. Daar ben ik blij mee. Als jullie trouwens denken, ik zit tegen een glazen deurtje aan te kijken hier.
Die kan net niet verder open, maar ik kan de camera wel een plasticje draaien zo. Op de back uploaden. Het is trouwens 11:15. Ik ga zo echt wel even douchen. YouTube. Mijn oma is nog steeds aan het tikken. Volgens mij krijg ik hele verhalen straks bij haar. Of gewoon, gaat het goed? Kan ook. En er zijn heel veel vlogmas video's online gekomen. Dus ik denk dat ik lekker tijdens het douchen de tablet daar neer heb. Even kijken hoor. Oh, mijn oma heeft gereageerd. Dank je. En ik ben dankbaar dat ik zo'n lieve grote klein, zo'n lieve grote kleindochter mag hebben. Ach, dat is lief. En daar reageer ik ook weer een hartje op. Ik reageer op iedereen een hartje als ik een reactie terugkrijg. Dan kan ik aan het einde van de rit zien hoeveel ik er al heb gehad. Ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5. Ik heb er 5 gehad. Dus ik moet er nog 10 vandaag. Nou, dat moet op zich wel lukken, denk ik. Moet je zelf een compliment geven, hoort er ook bij. Dus, ja, ik ben blij dat ik er toch voor gekozen heb om vlogmas te doen. En ik vind het knap dat ik het, ondanks dat er nu 4 dagen gedaan zijn, dat ik het toch heb volgehouden tot nu toe. Dat het goed gaat, het loopt goed. Hopelijk blijft het ook zo. Dat zijn 6 complimentjes. Je eigen complimentjes geven, dat moet natuurlijk ook. Ik drink lekker mijn koffie op. Ik upload deze video even. Verborgen, dat ik hem zo meteen nog kan aanpassen. Ik heb trouwens mijn vlogmas video's nog helemaal niet in een map gezet. Dat verbaast me eigenlijk ook wel heel even. Dat ga ik gelijk even doen. Ik zet elk jaar mijn vlogmas video's in vlogmas 2017, vlogmas 2020 enzovoort enzovoort. Nieuwe map. Vlogmas 2020. Maken. Dus daar gaat deze video ook heen. En dan moet ik zo meteen die andere ook even inzetten. Maar goed, hij is nu nog aan het uploaden. Daarna dan staat hij verborgen, dus kan niemand hem nog zien. En dan kan ik er daarna voor zorgen dat hij om 12 uur online staat. Maar goed, genoeg geklet, jongens. We zijn 6 minuten bezig nu onderhand. Ik ga mijn koffie even opdrinken. En dan ga ik even douchen. Goed, ik ben klaar. Ik heb heerlijk gedoucht. Ik heb nu gewoon een topje aan. Een zwarte broek. Lekker relaxed gewoon. Ik doe vanmiddag pas als ik wegga, doe ik mijn shirt met lange mouwen aan. En mijn jasje. En verder nu eigenlijk niks. Ik ga even naar beneden om zo wat te eten, want ik heb wel trek. Dus dat ga ik zo even doen. Het is nu inmiddels 11:30. Ik heb ook nog helemaal niet ontbeten, maar goed, dat geeft op zich niet zo heel veel. Shut up. Dat geeft op zich niet zo heel veel. Want daardoor kan ik wat later lunchen. En dan heb ik ook bij het avondeten niet zoveel trek. Want ik weet niet hoe laat ze daar gaan eten. Dus dat is ook maar weer de vraag. Ik heb trouwens mijn haar nu weer met zilver shampoo gewassen. En het is gewoon weer een stuk lichter. Het is nog wel nat. Het gaat het lekker drogen. Maar het is weer een stuk lichter. Daar ben ik wel blij mee. Ja. Ik denk dat ik even lekker naar beneden ga. Even ontbijten. Ik heb nog harde broodjes, ik heb nog gerookte zalm. Dus dat is wel lekker.
Goed, daar gaan we. Ik moet zeggen, het was heel gek om nu in één keer de deur uit te gaan met broodjes en pasta en een kop koffie. Mag het maar niet uit. Ik ben helemaal zwart. Maar ik heb hieronder mijn witte werkjasje aan. Maar goed, we gaan even mijn OV opladen en daarna op naar het werk. Ik ben benieuwd. Ik heb er wel zin in trouwens, dat wel. Goed, ik heb net gegeten. Het is 8 uur. Ik heb bijna 7:30 pas gaan eten. Ik ben nog mensen naar bed aan het brengen en zo. En dan is het nu nog 1,5 uur en dan ben ik klaar. Dan mag ik naar huis. Het is best leuk hier. Ik heb het best naar mijn zin hier. Zeker voor herhaling valt me. En ik loop naar buiten. Ik ben klaar. En het fijne is dat ik word opgehaald. Dus dat scheelt weer een uur met de bus. Dus dat is heel fijn dat mijn pa me komt halen. En het is donker hier, maar ik ben thuis aangekomen. Ik heb net even lekker kopje thee nog gedronken beneden. Even lekker tv gekeken bij mijn ouders. En nu vind ik het wel tijd om lekker alles dicht te doen hier. Mijn make-up eraf te halen. Mijn kleding klaar te leggen voor morgen. Want morgen is het 5 december. En dat is best wel een hele leuke eigenlijk. Ik heb morgenochtend ook een afspraak staan. Dus morgenochtend ga ik vroeg naar mijn tante toe. Maar ik ga me omkleden. En dan ga ik lekker mijn bed in. Goed, ik heb gewerkt en ben inmiddels weer thuis, lekker omgekleed. En de complimenten vandaag als challenge zijn best wel oké gegaan. Ik heb me op mijn werk ook best wel aardig wat gegeven. En eigenlijk om het goed af te sluiten wil ik eventjes een compliment geven aan al het zorgpersoneel. Onder andere natuurlijk ook mezelf. Hey jongens, jullie doen het echt goed. Zeker nu weer in de tweede golf van corona. Het is best stressvol, best creepy en best eng. Bewoners zijn nog steeds heel erg van het padje. Merk ik. Maar ja. Ik vind dat het zorgpersoneel het gewoon goed doet. Ze hebben het goed onder controle. Ze weten wat ze doen. Ze hebben een goed hart. Ze weten wat ze te wachten staat. Ze weten wat komen gaat. En dat is gewoon heel tof. Dus echt serieus een compliment naar alle zorgpersoneel in heel Nederland en overal eigenlijk. Maar goed. Na een avondje gewerkt hebben, wat trouwens echt super leuk was. Ik heb het echt naar mijn zin gehad daar. Is het nu tijd om te gaan slapen. Het is bijna. Nou. Het is bijna alweer een nieuwe dag. Dus ik ga hem gauw afsluiten. Ik ben best moe. Een soort tijd om lekker te gaan slapen. Dus heel bedankt jullie voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog. En ja jongens. Ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg! En ik duik lekker mijn bedje in.